FM 105. Goed dat je luistert naar het jaaroverzicht van 2022. En diverse gesprekken gaan we voeren tot 5 uur vanmiddag. En ik heb ze in de studio, de twee burgemeesters. Burgemeester Jos Wiene van Haarlem en burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede. Een hele goede morgen, goede oudjaarsochtend allebei. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. En goed om jullie te zien op deze laatste dag van het jaar. We hebben net even kort gesproken. We mogen jij zeggen tegen elkaar. Is dat oké voor jullie? Ja hoor. Nou, hartstikke fijn. Dan doen we dat maar gewoon. Jos, om met jou, het is zo raar, met jou te beginnen. 2022, bijzonder jaar. Hoe kijk jij erop terug? Nou, er zijn een paar dingen die mij in het bijzonder opvallen. In de eerste plaats, als ik kijk naar de gemeente. We hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad, een nieuwe gemeenteraad. En voor het eerst in de geschiedenis een gemeenteraad die voor een meerderheid uit vrouwen bestaat. En dat vind ik echt wel heel memorabel. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook een nieuw college gekregen. Een nieuw collegeprogramma. Dus dat zijn echt flinke veranderingen. En misschien kunnen we het daar zo meteen nog even over hebben. Maar in ieder geval, dat is één. En het tweede wat ik zou willen noemen, dat is meer wat van buiten is gekomen, maar wat ook op onze lokale samenleving een hele grote invloed had. Dat is de komst van vluchtelingen. Te beginnen met de Oekraïners. Dat was natuurlijk onvoorstelbaar in februari, maart. Plotseling zo ongelooflijk veel mensen die hun land uitvluchten onder een barbaars aanval. Mm-hmm. En die opgevangen moesten worden. En doe dat maar eens eventjes. En ik vind dat het echt ongelooflijk is hoe we in onze regio dat hebben kunnen doen. En daar kwam vervolgens de gewone vluchtelingencrisis. Ja, het is genoeg om het allemaal zo te noemen. Maar kwam er overheen. Dus ook heel veel behoefte aan extra opvangplekken. Omdat er te weinig waren in de COA-locaties. Die twee opgaven die hebben dit jaar ook wel voor een deel gestempeld. En het derde, dat is dat wij vorig jaar zaten we nog midden in een lockdown. Mm. Bij de jaarwisseling. Dat is eigenlijk vrij snel is dat helemaal verdwenen. Zag je ook dat in de samenleving de acceptatie van maatregelen enorm snel afnam. En de behoefte om weer als samenleving gewoon weer verder te kunnen. Dat heeft ons nog wel bezig gehouden. Van hoe help je organisaties die het moeilijk hebben gehad. Die nog met de nasleep van COVID worstelden. Financiële nadelen ook. En tegelijkertijd te maken kregen met de gevolgen van de Oekraïne-crisis. Met de energieprijzen, et cetera. En nu, aan het eind van het jaar, krijgen we weer berichten van als je de berichten uit China moet geloven, dan is het wel degelijk weer een risico dat het weer erger gaat worden. En daar moet je eigenlijk niet aan denken. Nee. Nou goed, laten we hem nog heel eventjes parkeren, want dat komt misschien zo meteen nog. Astrid in Heemstede, ik hoorde net van je vakbroeder 3 punten inderdaad, waar die op terugkijkt. Het gaat over de nieuwe gemeenteraad, het gaat over de opvang van vluchtelingen, het gaat over net wel, net niet uit COVID, corona, dat soort zaken. Hoe kijk jij terug op het jaar? Ja, en Heemstede is natuurlijk voor een deel, heeft hij dezelfde onderwerpen, zijn ook langsgekomen. Even een aanleiding van Jos' opmerking van de meerderheid vrouwen in de raad. Hartstikke goed. Ik heb een meerderheid vrouwen in het college. Kijk, hoe gaan we opbieden? Niet zozeer opbieden. Maar ik merk wel, en dat is misschien ook wel iets wat ik wil noemen. Ik vind dat we vanuit corona, maar ook alles wat je nu ziet gebeuren rondom groepen die anders behandeld worden dan anderen. Dat is door corona ook wel een beetje uitvergroot. En ik ben heel blij dat we als gemeente een inclusieagenda moeten maken. En niet omdat iedereen 50-50 vertegenwoordigd moet worden of iets dergelijks, maar omdat het echt een verrijking is als alle groepen met allerlei andere perspectieven op het leven en op beleid ook hun stem kunnen laten horen. En daar ben ik in 2022 mee begonnen. Ik heb in de coronatijd heel erg gefocust op wat doet dit voor jongeren? Wat doet dit met jongeren? En ook gelukkig wat geld beter los te peuteren bij de staatssecretaris om daar geld ook in te investeren. Maar ik ben het jaar begonnen met gesprekken met jongeren in de klas. 13 lessen gegeven op verschillende scholen, verschillende niveaus.
om bij hen de agenda van de samenleving op te halen. Mm. En buiten de onderwerpen wonen en veiligheid die hartstikke voor zich spreken, hadden zij het juist ook over dit onderwerp. Over diversiteit, inclusie, normen en waarden. En ik denk dat dat ook niet alleen afgelopen jaar een belangrijk thema was die boven kwam drijven. Maar voor mij ook een thema is voor 2023 om echt stevig beet te pakken. Hey, en ik hoor inclusie, ik hoor vrouwen, ik hoor mensen die het moeilijk hebben. Dan is voor mij een kleine stap opeens gezet naar een ding wat het afgelopen jaar best wel veel in nieuws is geweest. En dat is de abortuskliniek. Ja. Die staat op Heemsteeds grondgebied. Zeker. Tegelijkertijd zijn er ook wegen omheen die dan weer precies passen in het Haarlems grondgebied. En 7 meter afstand, afstand van de grens. Ja. Daar is veel over te doen geweest het afgelopen jaar. Ja. Mag er nou wel, mag er nou niet gedemonstreerd worden? Heemstede heeft een demonstratie. Verbod aan de voorkant. Verbod. Je moet altijd met demonstratierecht. Dus een heel belangrijk democratierecht. Dus daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. Maar ik mag als burgemeester op een aantal gronden voorwaarden stellen. Voorwaarden, dat is het woord wat ik zocht. Het is niet vergunningplichtig. Nee. Het demonstratierecht bestaat en je moet het ook faciliteren. Maar welke voorwaarden stel je daaraan om het ordentelijk te laten verlopen? Ja. En wat in die discussie voor mij heel erg speelde was, hoe hou je de balans tussen de belangen van de demonstranten en de boodschap die ze daar willen uitdragen, maar ook de belangen van de cliënten die de kliniek bezoeken? Ja. En op basis van de ervaringen die we hadden van de verschillende demonstraties hebben we gezegd, demonstreren hartstikke goed. Maar de cliënten van de kliniek moeten ongestoord de kliniek in kunnen lopen. Ja. En dan krijg je toch wel een discussie en een puzzel in mijn hoofd. En ik denk dat die bij Jos voor een deel hetzelfde speelt. Van hoe doe je nou die balans? En valt het aanspreken van cliënten van de abortuskliniek wel onder het demonstratierecht of niet? Op basis van de ervaringen die ik had met de verschillende demonstraties die waren geweest, heb ik gezegd, nou, gewoon op 25 meter afstand aan de overkant van de straat. Mag de microfoon iets dichter bij je mond? Dan kunnen de cliënten ongestoord de kliniek binnentreden. Ja. Dus, en de kliniek, ja, die zit inderdaad op 7 meter ten zuiden van de Haarlemse grens. Dus toen ik die 25 meter stelde, gingen ze bij Jos demonstreren. Want dat was dichterbij. Ja. En toen kregen ze ook daar een soort van voorwaarden. Hè? Dus Jos, je hebt zelf, of jezelf, hè? Er zijn wat voorwaarden geschapen. Tegelijkertijd heeft toen de anti-abortus demonstratie, of de demonstranten hebben gezegd, ja, daar zijn we het niet mee eens. Wij gaan naar de rechter. En ze hebben gelijk gekregen. Ja, dat klopt. Overigens zijn ze ook bij de rechter geweest vanwege de Heemsteedse voorwaarden. Top. En toen kregen ze geen gelijk. Nee. Dat maakt het wel ingewikkeld. Bijzonder. En daarom ben ik ook in beroep gegaan tegen de uitspraak. Omdat ik denk dat we in Nederland behoefte hebben aan een gezaghebbende uitspraak van de Raad van State. Dat is het hoogste orgaan, de administratieve rechter. En die twee uitspraken van allebei de rechtbank Noord-Holland, hier in Haarlem. De ene uitspraak van een individueel aanspreken van bezoekers van de kliniek mag niet. Valt niet onder demonstratierecht. Dat zegt de rechter dan duidelijk. En in het andere geval zegt de rechter dat een dergelijke beperking eigenlijk te ver gaat. En er zitten nog een aantal nuances in. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het feit dat er twee verschillende groepen zijn. En de ene groep daarvan is evident dat die op een aantal punten echt door de wijze waarop ze demonstreren ook echt de bezoekers van de kliniek hinderen en lastigvallen. Mm-hmm. Dat maakt het wat makkelijker om voorwaarden te stellen. Daar ging de rechter ook wel mee akkoord. De andere groep, daar hebben wij eigenlijk nooit klachten of problemen mee gehad. In ieder geval niet in Haarlem. En daarvan zegt de rechter, ja, dan mag je daar die voorwaarden niet aan stellen. Dat is een tweede probleem. Dus het eerste probleem is het verschil tussen die twee uitspraken. De een zegt van je mag wel aanspreken, de andere zegt van dat mag eigenlijk niet. Nou, wat is nou doorslaggevend? Laat de Raad van State het maar zeggen. De andere is, als je twee verschillende groepen hebt die allebei hun democratische grondwetrecht willen uitoefenen om te demonstreren. En ik hecht daar heel erg aan dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Mm-hmm. Maar ik vind het wel lastig dat ik dan tegen de ene groep
zegt van, nou, jullie moeten vanwege een aantal dingen die gebeurd zijn deze afstand houden. En de andere groep, die voor de buitenwereld eigenlijk niet te onderscheiden is, die eenzelfde soort demonstratie houden, ja, die hebben die beperkingen niet. Hmm. Nou, dat is ook niet zo simpel. Nee. En nou, gelet op de juridische complicaties, denk ik dat het gewoon goed is dat de Raad van State ons gaat helpen. Want dit probleem speelt niet alleen in Heemstede, Haarlem, maar dat speelt 12 gemeenten, 14 klinieken. Ja. Ja. In Amsterdam, in Den Haag, Arnhem, Noord-Holland. Ja. Ja, het is. En hebben de burgemeester van Haarlem en Heemstede hier regelmatig contact over? Zeker. Zeker. En dat is natuurlijk ook van belang. Omdat, nou ja, de kliniek staat weliswaar op mijn grondgebied. Maar Jos is om de hoek. Ja. En je ziet ook dat als ik wat doe, dat het dan onmiddellijk een waterbedeffect heeft. Dus daarom hebben we afgelopen jaar ook, jaren eigenlijk, informatie uitgewisseld met Haarlem. Van dit zijn onze ervaringen. Dit is wat wij gaan voornemens zijn te doen. Dus denk daar ook over na. En ik denk dat het heel goed zou zijn. En daar heb ik ook eerste stappen voor gezet om alle burgemeesters die abortusklinieken in de gemeente hebben even bij elkaar te verzamelen. En ook wellicht te kijken van hoe doet een ander dat. Omdat het, ja, de hoeveelheid zaken die naar de rechter gaan zijn natuurlijk maar een paar. Maar je ziet dat wel een aantal gemeentes gewoon naar de rechter, voor de rechter worden gedaagd. Mm. Vanwege de voorwaarden die gesteld worden. Dus het is uiterst verstandig. En ik ben ook heel blij dat Jos in beroep is gegaan. Om vervolgens te kijken wat de Raad van State hiervan vindt. Want het is inderdaad een beetje dubbel. Ja, het is wat ook complicerend is, vind ik zelf. Dat heb ik ook gezegd tegen de gemeenteraad in Haarlem. Die zit er heel dichtbij, omdat ze zich heel erg betrokken voelt bij het onderwerp. Dat kan ik begrijpen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel erg ingewikkeld. We hebben een aantal demonstraties gehad. Want het gaat om demonstraties bij de abortuskliniek. Het gaat om demonstraties van Extinction Rebellion. Het gaat om demonstraties in de coronaperiode. Waarbij je merkt dat er een soort politieke behoefte is om er iets van te vinden. Mm-hmm. Terwijl ik denk van kijk nou alsjeblieft uit. Want het laatste wat we moeten hebben is de suggestie dat demonstraties die welgevallig zijn aan de macht, aan de politieke meerderheid, dat die meer ruimte krijgen dan demonstraties die niet welgevallig zijn. Hmm. Het moet echt gaan om een heel zorgvuldige afweging van grondrechten. En daarin past het, denk ik, de politiek om daarin een zekere voorzichtigheid en terughoudendheid te betrachten. En dan is het ook belangrijk dat mensen erop kunnen vertrouwen dat ook de persoonlijke voorkeuren van burgemeesters geen rol spelen. Waar het om gaat is dat wij op een heel zorgvuldige manier kijken van hoe is dat geregeld? Wat is hier doorslaggevend? Ja. Zo goed mogelijk dan een besluit motiveren. En dan is het ook heel goed dat er een rechter is en uiteindelijk de Raad van State die dat nog eens een keer gaat toetsen. En ik ben ook echt benieuwd wat de Raad van State nu gaat zeggen. Zeker nu we twee tegenstrijdige rechtelijke uitspraken hebben. Ja. En voor de helderheid, hè, burgemeesters mogen geen oordeel hebben over de inhoud van de demonstratie. Nee. Wat je doet is het grondrecht faciliteren, het grondrecht van demonstreren. Maar wel wat handvatten heb om de balans te houden om die demonstratie ook met respect voor andere belangen van verkeersveiligheid, openbare orde en gezondheid te laten uitvoeren. Dus dat is het echt. Ja, ja, en ik toch nog één voorbeeld die dan weer op een ander terrein ligt. Ik kreeg, er is een rapport verschenen in begin december geloof ik, of eind november, van Amnesty International in Nederland over demonstratierecht in Nederland. En daar kreeg de burgemeester van Haarlem een veeg uit de pan, omdat hij te weinig rekening zou houden met de rechten van demonstranten. En dat ging in dat geval om een demonstratie van mensen die voor woonrechten opkwamen. En ik heb de voorzitter van Amnesty daar ook over gebeld en gezegd van er staat een fout in dat rapport. Dus er wordt daar iets gezegd wat niet klopt. En dat vind ik vervelend, want daardoor ontstaat de indruk dat er inderdaad door mij dan in dit geval onterecht een bepaalde maatregel zou zijn opgelegd. Maar het laat wel zien, ik noem het nu, omdat het laat zien hoe ontzettend gevoelig het ligt. Ja, zo'n organisatie als Amnesty International, die zit bovenop, die kijkt van hoe zit het met de mensenrechten. Die zegt dit is een heel wezenlijk grondrecht. En heb je die hier wel goed toegepast? Nou, dat neem ik heel serieus. Maar ik heb wel gezegd, dat dwingt jullie ook om heel zorgvuldig te kijken naar hoe het is het gegaan. En dat hebben jullie in dit geval niet gedaan. Dus daar gaan we nog nader een keer over in gesprek.
Met betrekking tot die abortuskliniek. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het in 2023, laten we vooruitkijken, dat iedereen op een, nou ja, alle dingen afwegend zijn ding kan doen. Ja, het klinkt misschien een beetje een rare vraag, maar nou ja, ik begrijp wat ik bedoel. Die uitspraak van de Raad van State, die ik verwacht dat in de loop van 2023 hopelijk dan komt. Ja. Het duurt wel eens lang, maar goed, dat lijkt me toch wel redelijk. Die zal ons helpen. Ja. Omdat die wel een handvat zal moeten bieden. Om te zeggen, okay, dit kan wel, dit kan niet. En in alle gevallen, denk ik, zal het blijven gaan om een heel zorgvuldig afwegen. Die demonstraties, zolang mensen daar willen demonstreren, zullen ze ook die gelegenheid hebben. En de afstand en de beperkingen die je kunt aanbrengen, dat zal mede afhankelijk zijn. Voorlopig hebben wij allebei gezegd van wij leggen bepaalde beperkingen op. Nog steeds. Mm-hmm. Totdat, denk ik, de Raad van State duidelijkheid gaat geven van hoe ver dat kan gaan. En ik denk dat het goed is om dat bestuurlijk gesprek met die 12 burgemeesters te hebben dit jaar. En wanneer gaat dat plaatsvinden? Nou ja, daar heb ik nu toe uitgenodigd. Ik hoop, ik heb Jos daar ook al toe uitgenodigd. Een aantal andere burgemeesters benaderd. Maar ik wil voorkomen dat we over elke losse demonstratie procedures hebben. Dat kost de samenleving ook best wel wat geld. Maar los daarvan, denk ik goed een voorbeeld is om dat demonstratierecht even beet te pakken en te kijken van hoe gaat dat nou in deze tijd. Ja. Dank jullie hier voor dit stuk. Ik wil even naar een volgende onderwerp. Ja, we zijn nog niet klaar hoor. Ik zie Astrid, die kijkt al meteen. Oh, mogen we naar huis? Nee, nog niet. Want, misschien mogen we wel een oliebol. Ja, misschien. Nou, dat mag sowieso. Hè. Ze staan in het midden. Ik hoop dat je erbij kan. ik vind ze lekker uitzien. Ja, dat zijn ze ook. Ik heb toevallig al eentje even naar binnen mogen. Komen ze van Ramon van de Binnenweg? Of, Nee, dat is toch... Dat is toch jammer, hè? Ja, dat is toch jammer. Hey, de opvang van de vluchtelingen en de statushouders is voor jullie allebei ook een heikel punt. Want ja, de morele plicht, maar ook gewoon de plicht is het om dat te doen. Om ervoor te zorgen dat er een mooie doorstroom plaatsvindt. Dat iedereen een plekje krijgt. Dat iedereen zo goed mogelijk opgevangen wordt. Jos, je benoemde het al even. De Oekraïners die dit jaar opeens door die vreselijke oorlog die daar gestart is binnenkomen, die een veilig heenkomen zoeken. Hoe gaat het, Astrid, op dit moment in Heemstede met die problematiek? Nou, dat is natuurlijk een enorm puzzeltje. Ja. Je krijgt opeens best een grote opgave op je bord. En daar hebben we, ik ben trots op hoe we dat in Heemstede gedaan hebben tot nu toe. Maar die opgave houdt voorlopig nog niet op. Sterker nog, die neemt nog toe. Ja. En dat levert natuurlijk spanningen op. Omdat er locaties gezocht moeten worden. Omdat het best over grote groepen mensen gaat. En dat naast, dat doe ik toch even een zijstapje, naast allerlei andere onderwerpen die we ook crisis noemen. Klimaatcrisis en stikstofcrisis en wooncrisis. En misschien ook wel de rechtsstatelijke crisis die ik in ieder geval links en rechts ervaar. En ik zou het een hele mooie uitdaging vinden om in 2023 dat woord crisis even niet meer te gebruiken. Okay. We hebben gewoon opgaven. We zitten in mijn beleving in een verandering van tijdperk. Dat brengt chaotische dingen met zich mee. De opeens opgaven die we in het verleden wat minder prominent op het netvlies hadden. En dit is daar ook één van. En hoe gaan we gewoon snel schakelen met elkaar? En kunnen we dat ook beter met de gemeenschap doen? En minder, dus in ieder geval niet vanuit een crisisstructuur. Maar samen met de gemeenschap erkennen dat dit de dingen zijn die we moeten doen. En hoe we dat het beste kunnen oplossen. En ik hoop dat we eigenlijk in die stand terecht kunnen komen in 2023. Want dan redden we het ook. Dat kunnen we als gemeenschap. Jos, geen crisissen meer volgend jaar, maar gewoon schakelen. Ik ben het heel erg eens met het idee dat wij zelf als overheid, door het iedere keer crisis te noemen en ook allerlei bijzondere procedures daarop los te laten, dat wij bijdragen aan onrust in de samenleving. Dus ik zou het ook verstandig vinden. Ik heb net ook zelf het woord crisis gebruikt, moet ik toegeven. Maar dat komt dan omdat het zo Het is zo ingebruikelijk geworden is. Ja, ja, ja. En ik ben het ermee eens, wij moeten daarmee uitkijken. Want als je alles een crisis noemt, dan ontstaat het gevoel dat het totale chaos is, dat de overheid er helemaal geen greep op heeft en dat de gewone procedures van ons democratisch bestel, dat die op de een of andere manier tekortschieten. Terwijl ik denk van juist die, op zulke momenten moet die procedures ook laten zien dat ze kunnen functioneren. Dus wat mij betreft uitstekend om te zeggen, we gaan niet uit van een crisis, maar we gaan uit van problemen die opgelost moeten worden. En die problemen zijn best groot.
Dus dat is absoluut zo. Als het gaat om de huisvesting van vluchtelingen, moet ik eerlijk zeggen dat ik in Haarlem een ongekende, tenminste als ik het vergelijk met veel andere gemeenten, situatie meemaak dat bij de bevolking een heel groot draagvlak is. Alle plekken waar wij vluchtelingen en Oekraïners hebben ondergebracht, heb ik eigenlijk te maken gehad met een omgeving die zei van nee, begrijpen we uitstekend en kunnen we helpen. En dat is, ja, dat is een hele prettige positie. We hebben ook echt ons best gedaan als gemeentebestuur om onze bijdrage te leveren. En niet alleen in Haarlem, maar in de hele regio. Mm. En ik ben er heel trots op dat wij als regio, dus zeker, inclusief Haarlem en Meer, Heemstede, Velzen, noem maar op. Dat wij als een van de weinige regio's in Nederland alle vragen die de overheid ons gesteld heeft, als het gaat om de huisvesting van Oekraïners, als het gaat om de huisvesting van vluchtelingen, dat wij daaraan hebben kunnen voldoen. En dat we ook de statushouders, dat is onze gewone verplichting, dat zijn mensen die een huis moeten hebben. Nou, dat is in deze tijd waarin ook [S2] Ja. [S1] Woningen zo schaars zijn, ook een enorme opgave. Maar dat wij ook daarin, zeg maar, de Rijksoverheid tegemoet konden komen door extra woningen beschikbaar te stellen. En ik vind dat een compliment voor de samenleving, het meeleven, de betrokkenheid. Ik heb eind van het jaar een brief gestuurd aan de mensen die Oekraïners in huis hadden genomen. Dus ik vind dat zo bijzonder dat je in je eigen huis, want ik moet eerlijk toegeven, dat is natuurlijk echt een enorme inbreuk ook op je eigen privacy. Ja. Dus ik heb mensen een brief geschreven om ze daarvoor te bedanken. En ook te zeggen van, nou, mocht het zijn dat het een probleem wordt, laat het ons weten. Dan kunnen wij zorgen voor een alternatief. En ik kreeg van iemand een brief terug. Dat zag ik van de week. En die zegt van, nou, fijn dat u dat laat weten. Maar wij zijn dankbaar dat we dit kunnen doen. En voor de verrijking die het in ons leven heeft gebracht. De ontmoeting met deze mensen. En als ik dat tot me door laat dringen, dan ben ik echt als burgemeester een beetje trots. Trots op onze samenleving, trots op mensen die dit doen voor elkaar. Omdat ik denk, dat is wel de essentie. Wij zijn een rijke samenleving. Wij zijn een samenleving waarin heel veel mensen het goed hebben. En als ik dan zie dat mensen ook dat gebruiken om anderen te helpen, dat is fantastisch. Ik zie veel instemmende knikjes bij collega Astrid Nienhuis van Heemstede. Ja, dit herken ik ook. Bij ons zitten ook zo'n 50 Oekraïners bij mensen thuis. En het mooie van wat Jos vertelt, wat ik natuurlijk ook, waar ik ook berichten van krijg, is dat de onverwachte, niet geplande ontmoeting met hele andersoortige mensen, dat de verrijking is. We leven nog wel eens in ons eigen kokonnetje met onze eigen vrienden, met de mensen die je regulier tegenkomt enzovoort. Maar misschien is dit juist wel de mooie boodschap van ga eens iemand anders ontmoeten die je anders niet zou ontmoeten. Zoek dat bewust op. Want dat versterkt de gemeenschap die we, en dat gemeenschapsgevoel hebben we echt nodig voor de dingen die op ons afkomen. En dat zijn geen crisis meer, dat zijn opgaves, dat zijn uitdagingen. Ja, precies. Uitdagingen die we in 2023, tegemoet gaan met twee volgens mij over het algemeen best wel trotse burgemeesters op hun volk. Ja. De inwoners van je gemeente. De inwoners van je gemeente. Ja, maar niet alleen dat, want als ik kijk hoe onze ambtelijke organisatie, hoe onze ambtenaren, en dat zal Jos ook beamen, die hebben natuurlijk keihard gewerkt. Onder hele bijzondere omstandigheden. Zo. Al 2,5 jaar in coronatijd. En dat geeft toch minder energie. Als je niet je naaste collega's bij het koffieautomaat even gezellig babbelen enzovoort. Dus dat hadden ze al gehad. En vervolgens gaan ze nu keihard ook aan de bak voor deze opgave. Ik vind dat de trots richting hen ook wel eens openbaar uitgesproken mag worden. Het hoort natuurlijk een beetje, dat wilde ik nog zeggen, bij het burgemeesterschap. Iedere burgemeester is trots op zijn eigen gemeente. Want je ziet gewoon de mooie dingen in die gemeente. Soms ook de opgaven, maar vaak ook mooie dingen. Mooie mensen die je ontmoet. Ik denk dat voor ons allebei geldt. Dat ontzettend mooi is om op die manier als een beetje boegbeeld van zo'n gemeenschap te mogen optreden. En ik sluit me heel graag aan. Het gaat over inwoners. Het gaat over medewerkers. Het gaat over ook bijvoorbeeld, dat wil ik toch ook even noemen, mensen als politie, brandweer, hulpverleners. Waarvan wij voortdurend heel veel vragen. En die iedere keer opnieuw
klaarstaan om dat te doen ten behoeve van de gemeenschap. En er zijn veel negatieve dingen over onze samenleving. Maar ik denk dat het goed is om ook die positieve dingen heel nadrukkelijk te benoemen. Waarvan akte. Een half uur is veel te kort om alles te bespreken. Astrid Nienhuis, Jos Wiene, ik wil jullie allebei ongelooflijk bedanken voor jullie komst naar de studio. Ik wens jullie een hele fijne jaarwisseling. En we spreken elkaar in 2023 vast nog wel weer een keer. Dank jullie wel. Graag gedaan.